Bert, ben je tevreden wat vanavond aangaat? Ik ben 200% tevreden. Het was een fantastische dag. Zon overgoorde. Geen enkel regenbuitje, net een paar spulletjes. De straatbraderen was ook gigantisch druk. Ik denk dat er toch wel 500, 600 mensen daar langs de rij stonden met die straatparade. En vanavond in het stadion, in één woord, super. Ik wil graag iedereen bedanken, alle korpsen, alle medewerkers. Dus het was, kan niet mooier. Zijn ze thuis nou ook blij dat het afgelopen is? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar goed, ik heb mevrouw constant achter mij gestaan. Dus alle lof voor haar. Ga je dan morgen weer beginnen voor aan de volgende? Nee, ik kan morgen vaderdag een lekker pultje drinken. Of een koolleitje kan ook. Maar wanneer begin je weer? Eerst een tijdje rust. Eerst een tijdje rust. Maar er gebeurt toch wel weer, of niet? Er komt vanzelf wel weer een nieuwe tattoo. Dus afwachten, verrassing. 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 Ik vond het zanko erbij ook hartstikke geslaagd. Was mooi, hè? Ja, een keer wat anders. Ik ben tevreden. Goede opbrengst voor het goede doel. Dus zeer tevreden. 12.000 euro! We hebben inderdaad, dankjewel, we hebben inderdaad de Nederlandse innovatieprijzen gewonnen. En dat is niet zomaar een prijs, hè? Want hoeveel deelnemers waren er daarvoor? Het begint met een selectie uit 10.000 bedrijven of 10.000 inschrijvingen. Oh. Ja. Daar bleven er 1.000 van over. En toen? En dan komen ze nog een keer bij de overige bedrijven op bezoek. Ze zagen je onderneming nog een keertje door. Op positieve zin dan. En daarvan blijven er 3 over. En die zaten bij de nominaties tijdens de avond in het Koerhuis. Waar de prijs bekend werd gemaakt. Ja, ja, 4 jaar eerder stonden we bij dezelfde prijsuitreiking. En toen stonden we tussen DSM en Philips. En toen ging DSM er met de eerste prijs vandoor. Ja. En nu waren het KPN en Yui. Ja, dat klopt. Ja. Inderdaad. Nou, wat ging er door u heen? Ja, vreugde en enthousiasme en vooral heel veel trots. En trots op het bedrijf, maar ook trots op het team die het allemaal waarmaken. Ja. Ik mag er staan, maar het team doet het uiteindelijk. Ja. Hoe groot is dat team eigenlijk? Wat voor bedrijf is Boezekol eigenlijk? Boezekol is een machinefabriek en bij Boezekol werken 50 medewerkers. En vanuit die machinefabriek zijn we ook producten gaan ontwikkelen. Het innoveren van producten. En ja, daardoor ontstaan er
om die machinefabriek heen een aantal start-up bedrijven met nieuwe producten. Een van de voorbeelden is een elektrische tractor die we ontwikkeld hebben. Daarnaast drones voor het transporteren van grote gewichten. Voor de testen die we met de drone aan het doen zijn met een brancard eronder. En daarmee voorkomt het leger straks dat ze de piloot en nog bemanningsleden van een helikopter in gevaar hoeven te brengen. En dan sturen ze de drone erin in plaats van een helikopteractie. En wat voor ding is dat? Dat is een vliegwiel en dat vliegwiel zetten we in voor de dienst peak shaving. Het afvangen van pieken en dalen op het openbare net. Af en toe houdt hij het kortstondig vast en dan geeft hij het weer terug. En het bijzondere van ons vliegwiel is dat hij dat heel efficiënt doet. Ja. Ja. Zijn er nog nieuwe dingen in de maak? Er zijn een heleboel nieuwe dingen in de maak, maar daar gaan we nog niet over praten. Ja. Ja. Nou ja, de concurrentie luistert ook mee, hè? Uiteraard, zo zie je dat, hè? Ja. Ik hoorde net iets over ziekteverzuim. Vertel eens. Ja, nou, dat wordt wel eens geroepen. Maar onze Poolse medewerkers of Hongaarse medewerkers, het ziekteverzuim bij ons is maar 1,5%. Terwijl landelijk bij veel bedrijven het percentage 4% is. Dus dat geeft wel aan dat de mensen gemotiveerd zijn. Wat vindt u van de haringparty in Almelo? Nou ja, dat is weer een fantastische opkomst. Er is heel veel belangstelling. Dus volgens mij is het weer een heel groot succes aan het worden. Het is nog maar net het begin, dus het loopt helemaal binnen nu. Het is een heel mooi netwerkevent. En het is heel goed om elkaar weer te treffen op deze mooie locatie. Met een geweldige verzorging vanuit Bolk Transport. Andere partijen komen hier ook, maar die blijven nooit zo lang. Oh ja, nou, bij de VVD zijn we natuurlijk wel van gezelligheid. Dus misschien dat dat ermee te maken heeft. Ik denk dat het vooral een heel leuk event is om elkaar te ontmoeten. Dat kan door de partijen heen en dat kan ook met VVD'ers. Ja, ik ben gek op haring, want die heeft volgens mij een heel vat gekocht. Ja, dat klopt. Ach, wij zijn altijd aanwezig op haringparties en we zijn sociaal altijd aanwezig. En vaak is het voor een goed doel. En zodoende hebben we gisteravond bij Creta het vaatje haring gekocht. Samen met de firma Neiba uit Rijzen. En vorige week hadden we een haringparty bij Heracles. En ook met geluk kwamen we daar ook aan het vaatje haring. Dus op dit moment hebben we er al twee. Ik ben nou niet meer bij Heracles. En dan werd hartstikke goed betaald bij Heracles. Dus je moet er een beetje bij beunen. Bij de KNVB heb ik een heel andere functie. Ben ik voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dat is wat anders dan voorzitter bij Heracles. Was in het begin een beetje wennen, maar dat gaat al prima. Ja, dat doet ook niet elke dag, denk ik. Nee, ik ben één dag in de week druk mee. En bij Heracles was ik iedere dag op het stadion. Ik ben heel vereerd dat ik vandaag mag spreken. En u kent allemaal Henk een beetje natuurlijk. Dus wat gebeurt er? Eerst belt Henk, Rita, wil je spreken? Dan belt Henk, Rita, maak je het niet te lang? Dan belt Henk, Rita, die mensen hebben allemaal zin in haring. Dan komt er een sms'je, hou je het kort? Nou Henk, ik hou het heel kort. Veel hoogtepunten, maar ook veel dieptepunten. Nou ja, veel. Een paar dieptepunten. Precies in die dieptepunten leer je je vrienden kennen. Je echte vrienden kennen. Henk en ik ben een rijk mens. En Peter is een rijke man dat wij jou tot onze vrienden mogen rekenen. Dank je wel. Hoe is de beleeftuin Bonnebroek tot stand gekomen? In 2016 is het idee ontstaan voor een belevingstuin. En daar zou een contract getekend worden met de woningstichting Sint-Jozef voor 10 jaar.
Toen is het voorstel gekomen om een belevingssteun of bewegingssteun aan te leggen. Later is dat overgegaan in een belevingssteun. Zoals Hans net al verteld heeft, was er een idee voor dit project. Ik was toen net voorzitter van de dorpsbelang geworden. En ik heb samen met TMZ overleg gevoerd. En uiteindelijk hebben we een plan opgezet voor de uitvoering. En daar heb ik een groot deel van de aansturing van gedaan. Hoeveel mensen waren er bij de uitvoering betrokken? Ruim 30. Ruim 30, vooral Barnebroekers, maar zelfs enkele mensen uit Almelo. We hebben als Treesjehof mogen meewerken aan het opzetten van deze tuin. Heb ik mogen meedenken in wat voor onze bewoners van belang zou zijn voor deze tuin. Ja, en zie het prachtige resultaat. Nu kunnen wij activiteiten aanbieden in de tuin. We hebben al regelmatig activiteiten gehad bij het prachtige kippenhok wat een stukje verderop staat. Bewoners lopen hier langs de bakken om aardbeien te plukken en te genieten van de kruiden die erin staan. Dus in die zin zijn wij heel erg blij met het resultaat en maken we er ook dankbaar gebruik van. Hoe ervaren of beleven de bewoners de beleeftuin? Ze vinden het heerlijk. Lekker rondwandelen, iets te zien onderweg. De vogelhuisjes die tijdens de kerstmarkt gemaakt zijn door vrijwilligers uit Barnebroek en door onze bewoners gedecoreerd zijn en daar nu hangen. Daar zijn al twee jonge gezinnen aan vogeltjes in komen huizen. Ik zie mensen regelmatig zitten op rollators om te genieten van het in- en uitvliegen van de vogels. Ik zie ze hier zitten om te kijken of de aardbeien al rijp zijn. Dus er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Dat is een heel goed idee geweest als dat gebeurd is. Echt. Het is hier echt leuk om het hele gebouw te lopen. Je komt alles tegen. Ja, ik vind het heel mooi. Het mooie van dit project is ook dat heel veel dorpsbewoners uit Barnebroek helpen met het onderhoud van de tuin. Dus niet alleen bewoners zijn daarvoor verantwoordelijk, maar ook Barnebroekers zijn daarvoor verantwoordelijk. En de samenwerking gaat heel erg goed. De beleeftuin heeft een hele geschiedenis. Ja, dat klopt. Er zit zelfs nog een geschiedenis van dat hier vroeger een klooster was. En u voelde de mystiek hier terwijl u hier liep. En dat beleven de mensen denk ik ook nog als je hier op een rustige dag zoals vandaag hier rond kunt lopen. Workshops. Doet u dat vaak zo? Nee, helemaal niet eigenlijk. Dit is, was wel een beetje spannend voor me. Dat was wel een eerste keer. Ik heb verschillende formaties. Hier in Almelo zijn er wel die Herbert A. Herbert kennen uit Duitsland, waar ik een trio mee heb. Ik heb een Nederlandstalig duo, Emmerich en Lopez. Ik speel veel solo. Akoestische gitaarliedjes die ik ook componeer. Nee, het is niet mijn dagelijkse bezigheid. Kijk, ik maak altijd muziek. Het zit altijd in mijn hoofd. Ik zal altijd muzikant zijn. Maar ik doe heel wat anders. Ik heb een houtwerkplaats en daar maak ik grafkistjes en urnen. En tegenwoordig ook akoestische gitaar. Dus muziek komt wel weer om de hoek kijken. Ja, voordat we in Almelo woonden kwam ik al bij Henk. Dus dat was als artiest de eerste plek waar je hier terecht kon natuurlijk. Dus, dat was toen de inspiratiebron in de bibliotheek, weet ik nog. Dat was mijn eerste kennismaking en daarna kwamen we al gauw met Herbert Herbert bij Paco Plumtrek en solo en alles wat ik muzikaal doe, dat kwam bij Henk, dat was geen andere plek. Dus, De 2 maanden vertraging vanwege het opruimen van verontreinigde grond vorderen de werkzaamheden in Doepark De Hagen gestaag. Vrijdagmorgen kwam een 15-tal leerlingen van AOC Oost met hun docent Alfred Leideman kennismaken met het Doepark en de werkzaamheden die ze gaan verrichten. Het zijn derdejaars die als keuzevak werken in tuin en landschap hebben gekozen. Henk Jansen en Martin Peters van Stichting Naturus gaven in vogelvlucht de geschiedenis van De Hagen. Projectuitvoerder Hans Telo,
van de tuinen van Geerdink, nam ze mee langs de loop van de Nieuwe Beek en vertelde over wat hij aan werk in petto had voor ze. En daarna was het aan het werk. Behalve de leerlingen van het AOC hebben zich 50 vrijwilligers opgegeven om mee te werken in het park. Hun aandeel in het werk is erg belangrijk. Het gebouw is ontworpen door Henk Drul, architect bij Delftse architectenbureau Meccano en werd in 1994 door koningin Beatrix geopend. De architect heeft geprobeerd om met dit speelse gebouw tegenwicht te geven aan het strenge ontwerp van het oude stadhuis dat er schuin tegenover staat. De beplating is van koper. De kopgevel van het gebouw is voor een groot deel uit ultramarijn blauw glas opgetrokken, net zoals de noordelijke kopgevel. De dakopbouw is van zink. Het gebouw kostte destijds 12,8 miljoen gulden. Onze bibliotheek werd in 1916 opgericht en bestaat dus al meer dan 100 jaar. Een bibliotheek is in deze samenleving van groot belang. In een bibliotheek kunt u lezen, leren, informeren, culturen proeven en ook ontmoeten en debatteren. Bibliotheek Almelo biedt je het volledige assortiment aan literatuur, e-books en muziek. In de bibliotheek is ook de toeristinfowinkel. De zeer betrokken medewerkers maken je graag wegwijs in de stad. Tevens is er een café gevestigd en daar worden ook concerten en lezingen gehouden.